allemaal nog goede welkom. Ik zal het moeten doen zonder versterking, maar ik denk wel dat de mensen daar van achter nu zullen horen. De versterking even laten afwijten. Allemaal hartelijk welkom op de bijeenkomst, de vierde in de Rijks van Vlaanderen. Ingericht door de erfgoedcel van Lamotte, Mechelen 2000 en de faculteit van het Mechels dialect. Ik kan vandaag meer specifiek hebben over de NAM. Nou, wat juist zei, de Monnayanse stijgen na. Je moet zien dat je niet te vuil over je jagen bezig bent. Dat kan ik wel niet doen, maar ik kan wel over mijn familie spreken. Ik denk dat dat nodig is, en dat heeft dus ook verband met de NAM. Dus ik kan beginnen over mijn roots. En voilà, dat is mijn grootvader, dat is de Noordaarnis, naast in de taart. Ik kan dat zelfs wel uitleggen hoe dat komt. Dat we van naast naar Nis gegaan zijn. Die is gebouwd in Ocht in 1880, Sint-Driaan. En die is van de klas van 1900. Die is erin gelopt met lieg nummer 92. Ik moet erbij zeggen, gewoon naar mijn ontleg luisteren, want je hebt allemaal een briefje gehad. Wat binnenkomen, ik ben er al mee schudden. Degene die nog geen briefje gehad hebben. Die kan ik zelf eens rondvragen. Voilà. Je moet gewoon luisteren, want ik kan op zeker ogenblik een vraag stellen. En dat op de liste van de inzetting alle briefjes moeten binnen doen. En we zijn draad brazen. We zijn brazen moeten binnen. Dus gewoon luisteren, wat jij mag zeggen. Dus hij was van de klas 1900 en erin gelot met leeg nummer 92. Voilà, dat was een militair zakboekje. En het diende dat tweede regiment lanceerde in Look. En in Look leerde hem mijn latere grootmoeder, Katrien Vossen, kennen. Dat is mijn oma. Deze gebouwen in Gulpen. Misschien een naam dat al in ieder geval zijn. Maar Gulpen is gelegen in de voorstreek, maar dan in Holland. En deze gebouwen in 1883. En ze werkte als dienstbouwde kokin in Look. Hoe kwamen die twee elkaar naar tegen? Wel, mijn grootvader, twee lanceers, die was ordonnans van de kolonel. En in dat opzicht moest hem dus de kolonel gaan halen, brengen naar hem thuis. En hij moest dan soms wachten in de keuken, downstairs. En daar leerde hem mijn latere grootmoeder kennen. Ze trouwden in 1906 in Look, als trouwboekje. En wat dat ze allemaal gewoond hebben, dat gaan we het zelfs nog wel verder uitleggen. Maar in Look trouwden ze dus. En daar kwamen drie kinderen uit, dat ongeluk. Twee meisjes en een jongen, en die jongen dat was mijn vader. Ze woonden achtereenvolgens, als ze naar Mechelen kwamen, in de rue du Chat Bleu. Blauw monster. En dan gingen ze naar een by the fair. Dat was er laat.
om dan zo naar de kloosterstraat te gaan. En dat is mijn vader geboren, in 1906. En vandaan naar de Haal van Brul. De Oudige is in een Boesje straat. En het is dus zo dat mijn grootvader, die na dus 4 jaar dienst moest doen. Want toen was dat 4 jaar militaire dienst. En dan, in 1914, is hem naar de grote Nuimhof moeten gaan. 1418, terug 4 jaar onder de wapens. En dan had hem gevochten. De inloop, dat had niet lang geduurd daar. Dan zijn ze moeten gaan vluchten, dan is ze overwalen. En dan hebben ze ook niet lang moeten vechten, want dat was al direct gedaan in Walen. En zo naar Nieuwpoort. Dat zijn de modellen dat dan had. De herinnering aan de veldslag 1418 en dan Loop, Walen en Nieuwpoort. In Nieuwpoort, aan de Nozer, daar zijn gepakt uit de Waas. Dus, en dat hij later zijn repertoires had, want gij mag nog laat zien. Onze bompa, Norbert, de baarde dat ze zijn in de hand, die ging stijfvast een kortje leggen op de Maasse brug. Dat prijzenke van Saint-Hubert, ik weet niet of mensen dat weten. Dat is de poep, de zaal van Gerard gehad. En dat juist muffe was het prijzenke van Saint-Hubert. En als mijn grootvader, die woonde toen in de Korte Ridderstraat, nummer 18. En als ze naar het reizenke van Saint-Hubert ging, dan moesten zeker 3 of 4 keer stoppen onderweg. Want dat hem op zijn naasten had, was van de gaas gepakt, gelijk als ik al gezegd had. Dan pakte hem uit zijn zak een flesje Genever uit de kamp. En dat kon ook bij fout. Hij ging ook in de Roos. Dat was of het Piarenstal, ik noemde Maasenbrug. Ging hem ook met de kater spelen. En dan onze bompa, onze Peter, want in feite, iedereen zei Peter tegen onze bompa. Dat was omdat een Peter was van mijn oudste zuster. En die zei Peter tegen hem. En iedereen zei Peter. Voilà. En dan moet ik hem aanwazen. Onze Peter, dat was nog maar Bernis. Naas. Tussenokskus, waarom dan onze naam veranderd is, Naas Nis. Wel, op zeker ogenblik, mijn vader, die werkte bij Monson in Aren, en die weer van arbeider weer die bediende. En wat gebeurde er? Als ze arbeider was, kreeg hem elke week zijn zakje met zijn loon. Maar als bediende ging dat met een cheque. En op zeker ogenblik ging hem zijn cheque ontvangen in de post. En dat stond op Nis. En dat zou pas zijn en die bediende van de post die zei: meneer, nou wij, dat gaat niet. Ga zitten zelfs de persoon. Die trekt naar het stadhuis en die komt daar de Luide van Zaar. Die was toen ambtenaar van de burgerlijke stand. En de Luide van Zaar, die pakt een telefoon en die telefoneert naar Jocht. Van waar dat onze Peter kwam. En daar zei ze: ah, dat moet Nissan, N-Y-S. De Lodde van Zaar, die zei, dat is schuld. En die mocht men even pas. Die geeft hem aan ons vader en ons vader terug naar de post. En die ambtenaar die zei,
Dat kan niet, hè. En daarna de postmeester naar het stadhuis moeten bellen, naar de Oude Bazaar. En die na dat bevestigt dat dat juist was en dan krijg ze dit. Tot daar de anekdote van hoe dat onze naam veranderd is. Nog een anekdote. Grootmoeder Vossen, die was dus van Gulpen. En die was dus naar Loken gekomen, verkocht in, oud. En achteraf, in de jaren 80, is gelijk als hij in België de feuze van gemeente gebouwd. In Nederland ook, in Holland ook. En Gulpen en Wittem, Purpke en Effe, die zijn gefusioneerd. En je kunt nooit met Groningen gefusioneerd met Mechelen. Mechelen in Nederland. Dat is toeval. We wonen in Mechelen en zo komt dus van Mechelen in Nederland. Ja, oké. Okay. De familie Nis Vossen die kwam dus naar Mechelen afgezakt. En dus ons vader die weer gebouwde in de Kloosterstraat. En dan zijn ze van de Kloosterstraat naar de Navenbrul gegaan. En de Navenbrul, dan zijn ze gaan wonen in de nachtroos van de Boeldoor. De Gouden Bol. Je weet niet, de mensen wat weten, waar het nog Boeldoor in de Boucheriestraat nou was. Waar dat later de Negrita. Dat is een Boeldoor. Ons vader die leef schuil in de centrumschuil. En dat is ons vader. En hier zo, die, nou ik zelf zeggen wij dat was. Misschien dan niet zo dood dan. Tegen de boek nog eens. En ons vader, die is daar. Ezo. Wel, die dat ik heel dood heb. Dat was Rikske Vlos. Misschien ook een ander dat al in de fout zag. Maar je zult hem wel kennen, de ouderen onder ons wel. Dat was dan die dat later de Vlosboy heeft aan de bazaar. Dat was Rikske Vlos, Rikske Verrijen. Ons vader die trouwde in 29 met Maria Zilverans en dat was een van de Nazenbekken ook. In 29 trouwde die. En als ons vaderse, dat zo jong was, dan had dat over. En als ons moeder, als ze jong was, dan Marcel die naar Van Zalaven in het boekje Kent u de Mechelaars geschreven? Het school mesken. Want de Marcel had dat gepubliceerd ook nog in zijn boek. En dan een trouwboek van mijn ouders met al de adressen. En de Rue de Chambleu en wat weet ik allemaal. Voilà, en deze, toeval of niet, dat is mijn pas van in 18 geloof ik. Van 29. En wie tekent dat? Ezo. Toeval of niet? De Oude Bazaar. Moet ik zeggen, de Oude Bazaar is achteraf een hele goede kameraad van ons vader geworden. En de Oude en de Marcel Pokke, die gingen stijvast in Blauw Monstertje,
ik toch van Bourgondië elke week wel eens een kaffe drinken. En daar gingen ze dus ootwisseling doen van uilen, wedervaren en van de kennis dat ze op gedaan hebben. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben dan als een lijf en is binnen geweest als ze uilen kaffe aan het drinken waren. Je mocht uilen niet veel storen, want dan moest gewerkt worden. En werken was er gedaan, want eerlijk zeggen, van ons vader, als hij gestorven is, heb ik een heel archief overgerfd. Een archief met wel duizend boeken, dunne en dikke, affiches, beerbordjes, alles over Mechelen en even alles boven. Koekjesdozen, sigarenbandjes en even alles boven. Voilà. Ze willen dan gaan wonen in de Kuttenliedenstraat nummer 16. Nuffen van Groothovers. En ze huurden een ozeke, een werkmanswoningske, van de groentemandelaar van de Bertuidersplan, Jefke Charles. Zij hadden misschien niet veel, maar dat tover mensen waarschijnlijk. Voilà, ons vader, als ze op pensioen ging, die werd gevraagd, duiden dis van Dalen, verbewaker te zijn, tijdens een tentoonstelling van 500 jaar, Groot en Raad, van Karel de Stoute tot Keizer Karel. En ik weet nog altijd goed dat hij zei, ja, alleen voor de tijd van een tentoonstelling, en niet langer. En hier waarschijnlijk zal zijn functie van bewaker in de tentoonstelling hem zo aangepakt hebben. En dat hem daar zo content van was, dat hem later bewaker is geworden in Tof van Buslade. Wat een Marcel Toos. En dat is hem gebleven tot Eetfoute gestorven is. Hij is gestorven in 94. Dus, en dat daar heel wat jaren op zitten. En in feite, de Marcel Kokke, ons vader, uit de lont aangestoken, voor zijn kennis over Mechelen te beraden. En ons vader, die kende wel wat van Mechelen. Want het was ook zo, dat als de gidsen in het museum kwamen, die vroegen altijd al weet aan ons vader, Lowe, hoe zit dat? Ja. En dan zei ons vader, als ze het wist, geen probleem. Als ze het niet wist, dan ik zal het opzoeken. En je mag gerust staan, dan zat hij in zijn boeken te zoeken, toen als ze het vond. En de weg daarachter, als de mensen kwamen, dan had hem dat wel. Voilà, tot de Vazaar, zaliger. Dat is ons vader, ja, boten. Dus een bewaking in het museum. Uit de hoek nog, ook wij duiden Marcel Kokke, die dat hem net gevraagd had, voor mij te werken aan het Festival van Vlaanderen. En hij had dat 15 jaar na elkaar uit hem daar een ingang gedaan, ticketjes. De programma's mij verzorgd in Gildenbul. En ja, dat was een passen. En dat is een vering. En je zei dat de Marcel Kokkussen, precies Greet de Tulaar. Die kent ook iedereen. Hè. En dat is ons vader. Wat een vering. En ja, dan ben ik geboren, uiteraard. Ik was nog even vergeten, ons vader dus een hobby, Mechelen. En de gangmakers van ons vader, van zijn passen, dat was uiteraard de Marcel, maar ook de Frans Berlemont en de Lobé Onze. Ja, van zijn archief, dat heb ik al gezegd. En dus de 16e oktober
43, dat is maar 72 jaar geleden. Zijn ik dan geboren? En dat zijn ik. En dat is mijn meiter, de zuster van mijn vader. En dat is mijn zuster, dat zijn ik dan ook nog. En dan onze moeder met mijn jongste zussen en ik. Dat is dan in de oorlog, hè. En dat is dan de familie in de botaniek. Onze moeder, mijn oudste zuster, ons Louis, ons vader, dat ben ik. En dat is ons Marijan. En dat zijn ik met ons en ik met een mekanaal. Daar heb ik niet over te zeggen. Ons vader, dat was een eeuwige tegenstander van al wat dat gewild is. Of was. En als het in boten ging spelen, nou, je kent dat als jonge gast, cowboy en indiaal, en dat was met wapens, en daar ons vader in tegen. Dat mocht ik niet hebben, dat mocht ik niet aan mij doen, maar als ze ging werken, en ik had de gelegenheid, dan ging ik dat toch wel doen. Maar ik had altijd in doeg, als ze aan de stase kwam, en dan kwam van op de lange ridderstad, de Putterinnenverstad in, aan het klooster, keek er in door, dan was ik erop binnen. Want dat mocht dan niet zijn dat ik inderdaad een en ander wapen of een bouw vast had. Maar in plaats van dat allemaal te kopen, wapens, kocht ons vader met Sint-Niklaas altijd de metanaal. En ik heb tot voor enkele jaren heel mijn collectie van Mekana heb ik altijd bewaard had. Ik heb hem dan weggegeven aan familielid. Maar dat was mijn groet en dat Mekana. Ik ga dan al Lego is zeker. Dat was toen Mekana. En ons vader was een paswerker. Die bracht altijd tien en tander mij nog. Een motor en heel een bouw. En dan weer dat op die mekanaal geïnstalleerd. En dat was dat. Allee, ja, het summum. Ik ging, en dat was in de gebeuren, naar school. Naar de kindertoon, wat de zusterpjes. En, nou moet ik zeggen, waar ik stond. Eerst ben ik. Dat staan niet veel op de dingen. Maar zuster en de stin, ik weet nog altijd goed, dat was een leven. En ik ben dan naar school gegaan omdat ik het bouw was. Want achteraf ben ik dan naar de RMS gegaan, naar de grote school. Eerst. Naar de Lange Neerstraat en dan naar de Onze Lieve Vrouwenstraat en dan uiteindelijk in het kasteeltje, Tof van Nassau, waar ik nou de laatste dagen in de krant gelezen heb, dat ze het gaan renoveren, want dat staat al jaren te verkommeren, door de Berthoudersplan. En je kunt dat voortelijk al niet meer zien, want daar staat die vuurbouw van. Van, wat is het nou, Tatenijen, Busleiden, ik zei daar nu veel niet meer van, maar ze gaan het renoveren. Voilà, ben ik als jonge gast, en dan heb ik hier, dat was in het middelbaar, in de jaren 60, en dat ben ik. Dat staat dan nog een van de landbouw. De Van Baersel. Dan denk ik aan ze aan, die is dan van mij. Voilà. François Van Baersel. Van Oud-Ridderstraat ook. Als we dan naar school gingen, die ging altijd. Die kwam bij ons bellen en dan gingen we samen verder naar school. In een tijd, ons vader was een eigen supporter van de Malinois. En als ze dan naar Malinois ging, ons moeder
mijn zuster, mijn jongste zuster en ik, wallen gingen niet mee, maar wallen gingen wel ons vader afhalen als de match gedaan was. Dan gingen we wallen over het strutje van de Malinois, de Leerse Steenweg, dan kwam die nieuwe boten, en dan ons vader die kwam boten, en dan gingen we centrum, richting centrum. En het eerste café waar we stopten, dat was wat een rits, op de hoek van de Berouderstraat. Café de Stopper. En daar een pintje drinken, allee, ons vader tenminste. En dan zakte hem af, zo naar het lokaal van de modige supporters. En dat was gelegen op het hoekje van de Goudenstraat en de Brul. Een verpier van de Waangaard, de Beenhaver en dan hadden we dan even de Sarama. En weet er nog iemand dood dat café niet? Of IT? Dat is nou een winkel van iPhones en van gsm's en heel de buil. Wel, dat eten voor Robinet door. Robinet door. En dat was van Mille Klaas. Mille Klaas en Maria. En die zijn daarna verroost naar de pavillon Belge, op de Grote Mat. En achter Mille Klaas en Maria Klaas is dat een bare Corbeel ingekomen. Het is te zeggen, het was vader Corbeel, maar een bare. En ons vader, dat heb ik al gezegd, dat was een eigen supporter van Malinois. En die nam mijn oudste zuster al aan mij. En die ging supporteren ook, maar meer voor de keeper van de Malinois. De Jean Goeivarts. De keeper. En hij slaat hem een schoenbrug. Voilà. Tot zover mijn jeugd in de NAM en mijn de roots. En dan zou ik nog willen overgaan tot de NAM. In de tijd dat een zekere Rombout naar Mechelen afzakte, was Mechelen een armzalige plek. Men zei zelfs de naam Geucht niet waardig. Mechelen ontstond tent van de 10e eeuw. En dan in het begin van de 13e eeuw, misschien wel wat vroeger, was de wouk, welke we dan ook de naam noemen, de verblaafplets van de oude vetters, de leerloers. En de naam dat wij ook nog eens de vetters aanlemmend. Het is zo, en nou ga ik kortje laten zien. Grosso modo, de grote naam, dat weer begrenst de dalen. Zo. Dan zo de Brul, Grote Mat, Beverstraat, Veemat, Kazerstraat, Zandbaardvest natuurlijk. Dat was de naam, Ezo, en dan hadden het Rijs en het Nederland. Het was zo dat ik had twee parochies. Ik had de parochie van Sint Rombouts en de parochie van Sint Peter Paulus. De parochie van Sint Rombouts, dat was de Kurten en de Lange Riederstraat, de Kapelstraat en de Blaasbalgstraat. Dat waren de straten van Sint Rombouts. En dan hadden de Maasbrug. En een gedeelte van de Gestonenstraat en het Vlietje en de Odevetterstraat. Toen
Nauderik Wouterstraat. Want de Oddevetterstraat die leep oorspronkelijk de Duin tot op de Veemet. Dat was het gedeelte van de parochie van Petrus en Paulus. De naam was toen, 13e eeuw, nogal redelijk dicht bebouwd. En de naam, dat wil ook zeggen, natte en lage gronden, wouden en bijnden. Dat was de naam. Want je duwt vooral nog het Am in de Limburg en zo. Dat was dus leeggelegen. En de Nam was ook het leegste punt van Mechelen. Ik heb eens de proef genomen. Het hoogste punt van Mechelen, dat is gelegen aan de Lange Neerstraat. Het Guldemaastrutje of heet daar. Als je daar met een envelop vertrekt, dat de Lange Neerstraat in, tot aan de Brusselstraat, waar Brussel staat, naar beneden, de Vauvenkuipen, over de Brulling, dan kun je zonder trappen, gemakkelijk, hè, tot aan het Brulcentrum, de Kutte Schipstraat, tot daar kun je zonder trappen, zo tot naar beneden. En de Nam is het leegste punt. En dat is nog altijd onder water. Dan ben ik eens gaan zien in de wijk, omdat ik me nog herinner van Oost-Ratijn in de tijd, als het hoog water was in de Deil, als alles onderliep, dan staken de mensen aan alle vuurduinen. En daar waren er langs de zuidkanten gluiven in. En daar staken ze damplaten in, of banken. En ze deed dat met klaart ook. Dan ben ik eens gaan zien, ik heb geen enkel oplossing meer gevonden. Ik weet niet. Dat is allemaal gerenoveerd natuurlijk. Hè. Maar zo deden ze dat, in plaats van met zandzakjes, deden ze dat met planken. Overstromingen, dat wil je ook zeggen, verdrinkingen. Flitsjes in de gebeuren, want dan was helemaal... met flintjes, duistroom, al ja. Verdrinkingen. En ene van de Nam, die dat stijvast regelmatig in de Deil en in de flintjes sprong, om de drenkelingen over het water te halen, was Petrus de Nulleklont. Petrus de Nulleklont, die niet de foutelijk Petrus Leopold Janssens, en die baat een café hield in de Nam, eerst in de Oddevetterstraat, daarna in de Plaasbalagstraat. En voor dat te situeren, als God de Oddevetterstraat komt, Blaasbalgstraat, naar de Vreuger, links een Arenboer, familie van Schokkaar. En dan, waarover hadden een café, ik kan op de naam niet komen, en dan even hadden de noodbating van de Kuilen. En dan even hadden de Beenhaver Geraarts, Zijnske de Beenhaver. En die Petrus, de Nulleklont, die gelukte erin van 44 drenkelingen op de Deilen op de Vlietjes talen. En is daar ook voor gedecoreerd. 21 decoraties aan dan over gehad. En die is verewigd en deze standbeeld staat nog altijd in de nauwe zwembok. Nou, weet ik niet. Voilà. De vanachterste, gemiddeld. Ik heb nog geen beter foto gevonden. Maar...
Ik moet daar ook nog van zeggen, die Pijters de Munneklont, dat is de nauwere grootvader van de Lussenbosselaars. Ik weet niet dat er mensen zijn dat de Lussenbosselaars kennen, die dat, de monnen, die kent die zeker, de Lussenbosselaars die na dus jaren in de Nauwse en Wijgezijde, en dat was die zijn oude grootvader. De leenlooiers, de oldervetters, die hadden in naam een godsoos, een ambachtsoos en een kapel. En het is dus zo, die waren hoog georganiseerd. En in de Kapelstraat, nee, dat is het ding, het Tambachtsoos van de Oldervetters, ook de Larenmet. En dat is ook datzelfde, maar dan ruim een andere. Dat is Duy van den Ende, geloof ik, getekend. En dat is Duy de Muiter. En dat is de Magdalena Kapel en het Godsoos in de Kapelstraat. Datzelfde. Vandaag de dag zijn er geen oldervetters meer natuurlijk in de naam. Maar ik wil toch even een tekst van een grafschrift van een oldervetter naar vuil brengen. En dat is: ben geweest een uidevetter. Dat is te zeggen, een velle netter. Want ik heb mijn leven lang velle schoongemaakt van stank, maar nu lig ik zelf vol etter. Dat was een grafschrift van de oude wetter. Het instituut van onze mevrouw van de Nam, dat is het klooster. Het straatbeeld van de Korte Ridderstraat evenzo en de Lange Ridderstraat is er juist veranderd. In plaats van oldervetters stijgen de kamer van een ogenblik, komt dan een studenten bij. Dat zijn de studenten van de Nam. Niet de Hogeschool, want de Hogeschool is op de vest. Hè? Misschien dat dat er nog wat kan, maar nog een over tot hoe komt het dat de Nam een patroonheilige had, en dat is Maria Magdalena. En de patroonheilige, voilà, en ik ben eens even terug in de geschiedenis. Dat beeld, dat is in de Nam gekomen door de ontploffing van de Zandpaard. Zandpaard was een van de pouten van de vesting rond Mechelen. En op de 7e augustus 1576, tussen 10 en 11, beste er in Mechelen een zwaar onweer. En om 11 uur ongeveer sloot een bliksem in de Zandpaard. En die deed op dat ogenblik dienst als opslagplaats verbuskrood. De bliksem sloeg in en de pout vloog naar omhoog. En alles wat daar rond was, weer gelaken mocht met de grond. Zijn er verschillende bronnen die dat verschillende gegevens naar vuil brachten. Die in bron zei, daar lagen 40.000 tonnetjes in de Zandpaard. Een andere bron spreekt van
2000 tonnen. Nog een andere bron, 700 tonnen. 1400 tonnen. En uiteindelijk 2800 tonnen. Tja, 2800 was het postnummer van Mechelen. Dus. En dan over het aantal vernielde ozen ook. Hè. Men ging van 500 zwaar beschadigde en vernielde ozen over 800 tot 1000, naar gelang de bron. Hetzelfde met de gewonden. Van 50 naar 100, 150 en 400. Doden gaande van 150 tot 2000. Als ik dat zo naar vuil breng, dan denk ik aan hetgeen er gebeurd is. Een vrouw dat ik net in Paraas, met al die doden. Maar ja. Het was dus zo, in de zandkaart, daar stond een beeld van Maria en Jezus. Een duidelijke ontploffing is dat beeld in de lucht ingegaan en dat is terechtgekomen in de Kapelstraat. Een wonder boven wonder, aan dat beeld was niks gedaan. En men heeft het dan op de hoek van de Kapelstraat en de Lange Riederstraat heeft men dan in de gaten gezet. En achteraf is dat dan verroost, want het is dan de gebeurenkring dat dan dat beeld in de nis boven de poot van het rooster gezet heeft. De ontploffing van de zandpoot was ook doorzaak geweest dat de toenmalige landvoogdes Maria van Hongarije, de zuster van Klaas Karel, met haar hofhouding naar Brussel verloosd is. Want haar paleis, het oude gerechtshof, dat was zeer zwaar beschadigd. Zeer zwaar beschadigd en ze konden niet meer wonen en dan ben ze dus naar Brussel verloosd. En met enige overdraving kan ik argumenteren dat zonder die fatale blikseminslag in de zandpoort niet Brussel, maar Mechelen vandaag de hoofdstad van België had geweest. Voilà, ik kan hier wat stoppen voorlopig en binnen een kwartiertje, 10 minuten, een kwartiertje, hervatten we tweede deel. Marcel wil nog iets zeggen. Ja. Dat was Gadiste, Alokske, Awit. Ja, eerst hadden we het klaar natuurlijk. Hè. En dan twee was het Awit. En daarover weer er zilver. Moet ik zeggen, gelijk als je goud, bladgoud hebt. Blad zilver, erover gelaag. Dan daar een losje vernis over. En met dat losje vernis krijg dat een goud uitzicht. En want je zou zeggen, zilver erop en dan goudlijn. Dat was dan met dat vernis, die vernis, dat het uitzicht van goud had. En dan werd dat in een bal gedrukt en dan terug. En dan versteringen op aangebracht en dergelijke meer. In 1511 was een Antwerpenaar, en die staat in een boek van Marcel Kokke, de gekochte kuiters van Mechelen. En dat was een zekere Valentijn Klee. De 15e december 1511 schreef hij hem in als gekochte kuiter van Mechelen. En boten het fout
dat hij me laten inschrijven had als goudleedmaker, is daar nooit niks meer van gehoord van die Karel. Juist, en na deze fontein gemokt in Mechelen, maar dat is van 1519 dan. Maar verder heeft men daar nooit niks meer van gehoord van die man. En het is pas 100 jaar later, in 1612, dat in feite de familie Vermeulen met een goudleidermakerij begonnen is aan de Lange Riederstraat. En dat is het lederhuis. De Lange Riederstraat. Ik geloof, wat is dat allemaal geweest? Een Otto-Rauschuil. Ik geloof dat het maar van de naam van het schuil is. Een tactielokaal van de naam. Ja. Maar dat was het lederhuis. Alleen in de grote kikkers. Ja. Tot zover het goudleider van Mechelen. En dan gaan we over naar de kermis. De kermis van de Nam. Een van de oudste kermissen in Mechelen en de Stadswouken, dat was de Nam. Een befaamde Magdalena-kermis. En het is zo dat de wouk van in de middeleeuwen, er waren ridders en odevetters en gildes en Magdalena en Gildenbouw. En het was op zeker ogenblik dat er een wouk-kermis op de grond gestampt werd. En dat was lang voor de Tweede Oorlog, dat ze daar naar boven gekomen zijn. En dat is een rondgang gezeten. En hier hebben we Magdalena. Dat was nogal heel rudimentair, dat was een poep. En de inhuldiging van die poep, kleste, dat was ze weer gestoken in een fonkelnieuw pompadour kleed. Zet men in de analen. En ze weer van de grens van de Nam, de Greunmet, en dan de Greunmet op de Zandvaartvest, naar de Kutteridderstraat gevoerd. Waar dat ze in het halve van de Kutteridderstraat, dat was aan Michiels ongeveer, op twee oude balken, weer ze dan, dat gaan we zelfs nog wel zien, gezet. En dan kon de kermis beginnen. Voilà, dat was de groep, de folkloristische groep van de Nam. Die foto is getrokken in de Lage Hoek. De over mensen zullen misschien weten of niet. De Lage Hoek, dat was over de Nullepont. Over de Beenhouwerij van Gerards in de Blaasbalkstraat. Waar dat achteraf de garages Neuf de Safij. De vlog ging daar. Dat was de Lage Hoek. En daar is die foto genomen. Dat is een van de deelnemers. Dat zijn de kik. En dat was bestuur van de Nam, waaronder ons vader, vader Michiels, velen onder u zullen die misschien wel kennen, vader Michiels was een kliermakker en dat was de compagnon van Cyril. Cyril, wat later in de Hansewijkstraat de fregat doodbaten. Wat de schipper. Veilen onder u zullen dat nog wel weten in de taal, wat de schipper. Maar wel, de Michiels, dat was de compagnon daarvan. En die is in de zuil, de Nedegaar, Michiels. Die na jaren op de mat gestaan, met groenten en fruit.
En in haar, ja, dat was hier waarschijnlijk rond een foto was, wel veel onverdiend, want die rij met een grote Amerikaanse motto. Een Chevrolet geloof ik. En dat is een Line, dat is een Twanadader. Een Twanadader uit de Muntstraat. Die had een winkel van matrassen en beddes. Later, als die daar weggegaan is, is de Martenau daar gekomen. Ja. En de Twanadader had ook nog in begrafenissen gedaan. Maar dat was een spil van de folkloristische groepen die later ontstaan zijn in de NAM. Dat is nog het bestuur met familie. En dat is een affiche van de Madeleine Kermis. Dat is van 1951. En dat was altijd in juli. Rond de 20e, want de feestdag van Madeleine was de 20e juli. En ik moet eerlijk zeggen, dat was een van de kermissen van de stad. Voilà. Dat is een van de activiteiten, wat is er allemaal? Zaklopen, flesjes vullen, mastklummen, pistolijbouten. Dat is de serieuze wandeling. Dat zijn Hawaii, de Congo, Oostenrijk, Kruilers, Kozakken. En dat staat op. En dat is ons vader. Dat was zus na de oorlog. Dat kunnen we doen wel. En dat hier, dat is wat van Balen. De fotograaf. Die was in, op de hoek van de Vlaamse brug. En de binnenstad had hij een kapsalon. Was een coiffeur. Niet te verwarren met de Leon van Balen van op Dauzerlaan. Ja, de wapen. Ja, maar dat was ook nog fotograaf. Hè? Een anekdote. De drukker van de Eendracht. Zelfs nog terugkomen. Die was oorspronkelijk in de Lange Riederstraat. En dan zijn die verhoost naar de Blaasbalgstraat. Over de Kutte Riederstraat. En die directeur daarvan, Leon Sellerslag. Dat was een doddeler. En op zeker ogenblik, die moest een foldertje maken of iets. En dan moest een foto inkomen. En de Leon van Balen, van Dauzerlaan, die had die foto genomen. En dan moest daar iets van wijten. En de jonge Sellerslag, die belt naar de Leon van Balen, van Dauzerlaan. En die zei, zeg meneer van Balen, in verband met die foto. En de Leon van Balen die zei, als je denkt om mijn foto te spelen, dan zit dat heus, want dat was ook een doel. Zwart. Ja. Dat was ook nog, dat is een kiek. Ik niet het. Ja, wat is dat nou? Een berken of een mozeken of iets? En dat is Sneeuwwitje en Zijnbrein. Dat is genomen in de Muntstraat, want je zult zien, even achter, dat is Toos van de Notaris. En ja, ik heb dat bouwgesnijd. Als je zei aan dotters, dat zijn geen nevotos, dat zijn al oldtimers. Hè. Dat zijn de Indianen. Amai. Dat zijn de kiek. En dat zijn de Chinezen. En dat zijn de zigeuners. En dat ook. Want de
Eden hebben we haar niet gerissen. En dat standje, dat is een wildere van de Swaffenbalen. Dat is net van Alpen. Die woonde in de Katerlitenstraat en dat was zo wat. De vroedvrouw van Giel de Gebeuren. Al de knikkers dat daar gebouwen waren, dat was tentje wel van mij te verlossen. En dat was de kaskertrosses. En dan, uit die gebeurenkring, ontstonden er ook nog verschillende groepen. Verschillende, dat waren altijd dezelfde mensen, want dan in een ander kleedje stuiten. Dat waren de Dindianen. Wij, de bezeler, de Twanadader. En dat zijn dan de Zigeuners. De Gypsies. En dan waren het de Gilles van Mechelen. Dat is mijn zus, mijn oudste zus. En dat is Mariakke Dijder, dat is de dochter van Twanne Dijder. Die dat dan achteraf in de Boucheriestraat, de Kleine Winst, het steelwinkeltje had. Dat was Just Neffe, de likeurwinkel van... Ik had dan die likeurwinkel en de sigarenwinkel van Vuijen in de Boucheriestraat, de Malenbroek. En dan even was de Kleine Winst. Just Vuijde Puit van de vakbond en de mutualiteit. Hey, deze laatste, maar dan was het niet meer de Gilles, maar dan waren het de klokkendansers. Want je zult zien, zijn de klokken op wel zijn kop. Dat is de jeugd. Dat zijn de kik. En dat zijn de klokkendansers die dan een dans kunnen ontvuren op de route Mechelen. Want, we prekten ons niet tot Mechelen, we gingen heel het land af. Zelfs in de Walen. Zelfs in de Walen. In welke periode speelt dat zich af? Dat speelt zich af in de periode tussen 50 en 60. Dat is dan de groep. Dan mag dat zijn bijhoud. Nee, dat waren de klokkendansers. Want eens op de zin, het kostuum dat ze aan hebben, is het kostuum van de Gilles nog. Met een klokkenpaal zat op. En eerder dan de neef Credan, ook met de klok. En dat is dan de Mechelse bijhaard. Dat is ook op de grote mat. Het Ieren Tribune, dat is een dansgedij. Mijn tuinbouw, dat was daar rijden we rond. Dat is op de laan, de looptocht. Van daar beneden, de fanfare. Voilà, de laan die kar met een tuin op en de klokken. En daar rond de jeugd. De Mechelse bijaard, die werden ook gevraagd om programma's te verkopen met klokkenwerpen. En als je zult zien, programma's, klokkenwerpen, dat is van de jaren 49, 50. Ons vader die zat als afgevaren de mei in Tuinen en Bijaard. Leo zal dat misschien weten, ik weet niet dat gewoon. Maar we werden gevraagd dus om die programma's te verkopen. Ook de Pitsenburgfeesten in de Kroton. Daar hebben we de ingang, ticketten verkopen en zo. En dat was dus onze groep dat deed. Voilà, dat is voor de algreunmat op de buitenmat, Larenmat. Dat is nu de groep. Je zei, dat was de Giel Roepke. Pas op, dan moeten we nog elke keer... De fanfare wat er bouw was, want maar de muziek ook, hè. Moet er nog op bouwen. Dat was dan
in Café Taxi op de Laremet. Een activiteit van de groep daar. En daar waren doorbaters van Café Taxi. Dat was over de Belga, hè. De Belga, dat was juist met de Greunmet. Achteraf is dat Vloksoos geworden. En dan hebben ze de Vloksoos afgebroken, of een heel spel afgebroken. Is daar de Neuroshopping gekomen. Hè? En ondertussen is dan Vloksoos verroost tijdelijk naar de Oudevetterstraat, een vertoos van de notarissen. Wat een klont in de taart. En dan zit het terug naar het Eurel Shopping Centrum gekomen, Vloksoos, dat oorspronkelijk op de Buitenmat was. Dat zijn doodwaters en dan ons vader, en dat is dan wij, die in Twanadader, dus de bezeler van Giel, de volkoerster. Dan hebben we hier de Maasbrug, de zee van Oud-Kotterliterstad. Want hier zo de zee, hier was vreugder, de koopdag van Gerard, om te situeren. En hier zo, dat was dan de legumemarchant Tuigels. Dat is nog altijd Maasbrugge, want hier begint dan, dat is juist nog voor de Blaasbelagstraat. Dat is vertrokken vanop de Maasbrug richting Blaasbalagstraat. En dan eerde dan de Kutteridderstraat, dat is dan de Blaasbalagstraat. Hier rioleringswerken in de Blaasbalagstraat, Blaasbalagstraat aan de Laremet. Dat is dan de Blaasbalagstraat, waar we dat juist over sprak, eerde de winkels van de Safé. Daarachter ook nog. En evenzo wat die garage stond, dat was de Lage Doek. En evenzo, dat moet dan moeilijk zijn, hij was de benen overal, van Janske de benen over. En dan even hadden dan, waar dat de nul klont, was een koude mandel drijf. Dat was dan ook de Maasbrug, hier in de Maasbrug, want je zei die naambordje. De groentemandel Tuigels. En in Neffe was het een schoenhoos, een grapgevel. Dat ze daarna afgebroken hebben. En is dan dat appartementsgebouw gekomen. Hier hebben we dan de Kutteridderstraat en dan de Blaanvolkstraat. Dan in de Lange Ridderstraat hebben we dan de coöperatief. De Koop Verrood. En in Uffena dan het spiegelfabriek, glasfabriek van Sproot. Dat is de Lange Ridderstad, dat is de winkel. En vanachter, dat was de Bekkeraal. Dat was de Bekkeraal. En hier zo, dat is de nodige toestand. Hier was destijds de drukkerade Eendracht van achter. Just nog het klaar was, want deze klaar was, dat was de drukkerade Eendracht. Dan in de Muntstraat, nou, er ook nog een coöperatief uiteraard, de Koop, en dat was een achterbouw, dat was een hoekbouw van, en dat is in 1924 ook, ja, sorry, van Buijs, 24. Dat waren de Rauwhozekes in de Kutteridderstraat van Vui. En ik docht nog een foto aan te nemen van Toos waar ik gebouwd ben. Maar dat stond in de wijk. Een grote kraan, je mocht de straat niet in en kon er niet aan. Maar dat was hier juist verbouwd. We hadden dan het café van Maria van Alpen. Dat was juist met van ons. En dan nummer 16. Voilà, dat was inderdaad in de families. Meneer, was dat. Scheiden was dat.
Voilà. En dan gaan we nog even terug tot in de daad. En dat was mijn grootmoeder, mij als vader en zijn zuster. Zijn oudste zuster. Dat is ook nog. Dat ze niet mogen. Allee, foto's om te koesteren, hè. Voilà. Dat was het. Ik dank ik kon dat nog vuil houden zeggen, maar we moeten daar de juiste ingesteldheid voor hebben. Het is te zeggen, over dat goudluik kunnen we nog vuil zeggen, over het ontploffen van de zandpuit kunnen we nog vuil zeggen, want ik heb daar boeken van. Maar ja, moet ze meer blijven. En ik kan al gezegd, nog een anekdote zeggen, in de tijd van de verkiezingen, was ik hoofdgetogen van een bepaalde partij, dat weet ik niet zeggen welke partij, hoofdgetogen. En met de verkiezingen moesten we daarna zien voor de resultaten. En het hoofd van de verkiezingen, dat was de voorzitter van de rechtbank van Eerste-Aalweg, en dat was in de tijd de Jeff Kekes. Die woonden ook in de Nam, in de Azenstraat. En de Jeff Kekes, als alles gedaan was, dan mochten we al gaan eten in de refter van Statoos. Daar krijgen alle medewerkers een die neken aangeboden. En de chef, die deed altijd de rondgang van iedereen. En ze moesten 5 minuten spreken, pas zien daarover wat er. En de Niski, dat ik dan een been had, dat moest maar zeggen, ik begon over Mechelen. En ik begon over Mechelen, en op zeker ogenblik zei de chef Kekes, meneer Nis, ik heb gezegd, 5 minuten, geen half uur, hè. Ik wil maar zeggen, als ik begin te vertellen, ik kan u uitschieten, maar, allee ja. Ja, dat was naar de 4e van de 5 lessen, volgende keer de lessen, en dan dat setje dat er nog aankomt. Maar we denken eraan om toch nog in de toekomst dat nog allemaal te doen. En dan zullen we eens een keer samen zitten. Weer interessant programma. Ook als schuilen iets interessant weet, laat het ons weten. En met mijn heel goede samenwerking, ik wil nog eens een keer, ze zijn erin en niet, ze horen dat niet. Maar ze mogen toch wel bedankt worden, de mensen van Derfgoedsel, we dat ter beschikking stellen. En we al gaan, dat is al gedaan, maar bij ons ook die speciale zaal die ze dan bij ons gehoord hebben. In het diocesaan centrum, dat de moeite waard was. Dus voor de toekomst gaat er nog fout gaan. En daarom is dan vraag aan die naar stellen, dus we hebben een aantal e-mailadressen. We gaan daar geen misbruik van maken, maar ik hoop, als het niet mag, dan moet het zeggen, dan zouden we, als er iets is, het is altijd vrijblijvend, dus een mailtje sturen wanneer we het gaan doen. En we gaan natuurlijk de vuurrang weer inschrijven, want we hadden eigenlijk maar gereikend op een 2025. En het is er altijd veel meer geworden, vandaar dat die zaal zoveel groter geworden is. En dan moet ook zien dat het interessant is en gebeurt. Het dialect komt terug op. Bijzonder de West-Vlamingen doen de vuilven, zelfs op Canvas is het dialect. En ik wil inhaken op hetgeen dat José luistert naar de radio. Morgen weer van 10 euro tot 11 uur, Radio Randstad 99.0. En het is morgen Clément die in de achter zit en Jos die morgen de uitzending gaan verzorgen. Voilà, wat dacht ik dan nog buiten te zeggen? Ja, jullie een goede terugkeer naar huis, want het regent, maar ik laat een beetje precies, want allemaal mijn eigen paraplu was. Ik doe nog naar de met om daar iets gaan halen. En dan tot binnen 2 weken, want dan ga ik iets vertellen. Ja, Marcel gaat erin zitten. Het is op 5 december, dat is de laatste. Dat zal eindigen met een afscheid. De erfgoedsel zal een klein receptie aanbieden. Ik heb dat op papier al, dat was niet. Wat dat inhoudt, weet ik niet. Dat kan natuurlijk voor iedereen zo'n glas water zijn. De verzamelde smeltende sneeuw. Maar God is
voorzien dat we op het einde nog even samenblijven. Daar zal ook een officiële, plechtige diploma-uitreiking plaatsvinden aan iedereen die de cursus van wat is het toch gevolgd heeft. Diploma's speciaal gemaakt door de artsen. Men heeft een ontwerper onder de arm genomen om van dat diploma iets meer te maken dan een stukje papier. En het summum van alles op dat diploma, dat zullen dan tekeningen zijn van de 500 waarders. Dat is belangrijk. En wie dan nog geen diploma heeft, zal toch zijn leven kunnen beëindigen als gediplomeerde van de cursus. Bovendien krijgt iedereen, maar dat wordt niet opgestuurd, dat is te omvangrijk, de syllabus van de cursus dat ik gegeven heb. Ik heb maar een klein stukje gegeven, een paar fragmenten. U krijgt de volledige syllabus. Dat zijn 1 of 22 bladzijden. Speciaal in een varken, maar al wat dat je wilt. Dat krijg je allemaal mee. Dus zorg dat je zaad, want wie er niets krijgt, niks. Er wordt niks opgestuurd. Men kan wel de kosten doen om een diploma te maken, maar niet meer om het op te sturen. De begroting is uitgeput, komt tegenstander niet meer. Dus u moet ervan. En dan een tweede vraag, aansluitend bij hetgeen Egid gezegd heeft, en ik doe echt een oproep. Wij zijn de groep die bezig is, de Clément, de Egid, ik, de Jos. De Clément is al 80, ik word ze overmorgen. Wij zijn geen jonge mensen. Wij zijn geen jonge mensen meer. De Jos is nog een jonge man. Ik weet niet, die is pas geboren in de 70, dat is nog jong. Maar de hoop die ik heb, en ik spreek hier namens alle liefhebbers van Thea